over wil brengen is dat er natuurlijk sprake is van agressie van de kant van Rusland ten aanzien van Oekraïne en ook ten aanzien van andere landen in de regio. Maar dat die agressie of die assertiviteit, zo wordt, toch mede bepaald is door ontwikkelingen die Rusland de afgelopen 20 jaar heeft meegemaakt, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de mate waarin het Westen geprofiteerd heeft van de zwakte van Rusland. Daarmee praat Russische agressie niet goed. Dat proberen we wel in een zeker historische context te plaatsen. Ik heb een goede avond gehad.